vat hem. Ja, maar ik vat hem verkeerd op. Nee! Hallo kijkers van Shine Sprites. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Sander. Ja, nee. Dat was ik vorige aflevering vergeten, dus ik zei dat vorige aflevering. En dat Is ja. Dat toch nog eventjes aan. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon X Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ja. De vorige aflevering was ik inderdaad vergeten Sander te noemen en dat je op hem moet abonneren. Maar dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar in deze keer dacht ik van, dan beginnen we daar gewoon de aflevering mee. Dus ze zijn allemaal al geabonneerd op mij natuurlijk. Precies. Want ze wilden ook natuurlijk geen aflevering van de Cage Lock missen die zo goed was. Zo leuk. Die was zeker leuk. Dus... als je het nog niet hebt gezien, nu kijken of anders. Houndoor, ey, die wil ik ook. Alleen, ja, nog niet gevonden. Oh, ik heb trouwens offscreen even potions gekocht. Slim. En great balls volgens mij. Of dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, dat weet ik even niet. En heb je je team veranderd? Want anders is het misschien handig om even snel je team te laten zien. Omdat ik anders daar pas aflevering af leg. Nee, niet veranderd. No, not poison. No. Waarom wordt mijn Heliopter de hele tijd gepoisoned? Dat is niet wat ik in gedachten had, meneer de Houndoor. Hoeveel aanval doet hij dan om jou te poisonen? Smok. De Emolga wil niet echt bij mij. Dragon Rage killt wel een Houndoor, denk ik. Nu loop ik nog wel een beetje op jou voor, dus ik zal wel... ik heb nog wel even tijd. Ah, ik hou wel weer in. Razor Wind. Oh, dat is oprecht een aanval, joh. Ik denk dat is zo'n eentje dat ze naar achter gaan of zo. Maar dat is dan Tailwind, zeker. Ja, of een of andere wind. Of Whirlwind. Of windje. Thank you. Deze dan, berg. Dat is berg Mutslepberg. Nou, Mutslep is heel slecht, dus zo erg berg is dat niet. Oké, deze man gaat neer met zo'n rocktoompie. Hoop ik. Kijk, ik hoop dat die heeft al wat defenses, dat is chill. Game 1 KO, daar had ik wel verwacht. Ik zou best wel zo'n Janma horde willen tegenkomen. Ja, dat snap ik. Dus ik vecht nu tegen in route 10 heb je zo'n team Magma Flare Grunt. En die heb ik nu verslagen. Oké. Dan ga ik ook. You beat me up. Dan ga ik ook weer eventjes vooruit lopen, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe ver jij bent. Ja, ongeveer daar. Net echt één of twee trainers verder. Oh. Ik denk, jij bent zoveel malen verder. Oh nee, ik heb de vorige aflevering het eind bijna alleen maar besteed aan Emolga zoeken. Maar ik heb hem nog steeds niet. Paul, ga je zien nu weer op mijn beeld? Moga, ik kwam echt precies een encounter toen jij dat zei. Heftig. En jij daarover begon. Oh, backpacker, hou je mond. Ja, dank je. Waarom gaat hij nou niet? Deze game is wel een beetje raar, want soms dan zit je echt ver van een muurtje of zo af en dan kun je er alsnog niet door. Ja, ja. Maar dat maakt niet uit. Ja, overleven we wel, maar... Precies. Dus eventjes ik dat. Dus. Even kijken. Ik moet nu tegen een Pachirichu. Die mag ik ook vangen.
Ja, maar dit is een trainer. Ja? Nou, oké, sorry. Nee, oké, het is geen Pokémon Colosseum waar je Pokémon van trainen kan vervangen. Nee. Oh, niet. Ah. Had deze twee games altijd... Oh, dat is natuurlijk super effective. Oh, dat is dom. Ik vergeet steeds dat de Helioptile ook normal is. En dat een Hawlucha dus eigenlijk helemaal niet zo heel gunstig uit tegenstander is. Was hij een fight aanval? Je doet niet, nee. Volgens mij deed hij... Karate Chop. Ah, dat is best wel fijn. Een chop in ieder geval. Ik weet niet precies meer welke. Zal wel Karate Chop zijn dan. Of Dual Chop. Zo. Nee, Dual Chop. Ja, Dual Chop kan ook. Ja, Dual Chop of Karate Chop. Een van die twee. Ja, laat je speed maar vallen. Ik zit hier echt een heel pakje toffie weg te werken. Teleurstellend. En niet eens even delen met z'n kijkers, hè? Jawel, ik zou me aangevallen. Oh. Oh, je hebt iedereen opgestuurd, wat lief. Mm-hmm. Maar ik kijk deze video's ook, hè? En je hebt mij nog geen opgestuurd. Dat klopt. Dan gaat hij toch iets fout. Denk ik. Ja, maar deze is nog niet online. We zijn hem nu al online. Pas... Oh, oké. Okay. Nee, ja, oké. Okay. Nou, ik zal het onthouden. Fucking grappig zou het zijn als je dan zo één zo'n toffieface opgestuurd krijgt. Zou ik wel om kunnen wachten. Wel te veel moeite. Ja, dat ik zou het ook niet doen vanwege die reden, maar ik zou er wel om kunnen lachen. Een trainer. Psychic, oh, dat is kut. Nee, waarom moet ik nou weer precies tegen de Psychic lopen? Nee, dit is Psychic. Nee? Wat, welke spion heb je getrapt? Wat? Ik ga even kijken of ik een Pokémon... Misschien moet ik dat Paddy even vragen. Ja. Ik ga even kijken of ik een Pokémon heb met... Oh, hoe heet die aanval nou? Sweet Scent. Oh, ja, dat is slim. Kan heb je horen? Niet de... TM? Ervoor? Nou, maar ik heb een combi die het heeft. Oh, nou ja, dan... Ik dacht kijken of, maar kijken... Ja, dan is het ook niet meer kijken of, dan is het gewoon eventjes verwisselen. Precies. Dus waarom zei je dan kijken of? Omdat ik het toen nog niet wist, maar toen zag ik toch mijn combi of niet? Oh, ah zo, ah, ik snap. Nee, oké. Okay. Sorry. Hater. Nee, nee, ik ga niet. Niet altijd. Oh, wow. Ik ben gewoon benieuwd naar je reactie. Ik had je eigenlijk nooit, maar... Ja, ja. Ga je nu sowieso niet meer geloven, maar... Waka. Oh, wat is Curlia nu... Psychic, if fairy. Ja, ik denk het wel. Ai. Ja, dan gaan we EQ eruit halen. Ik denk... Exu Dragon is neutral, maar... Nee hoor. Oh, ik heb natuurlijk insurance op die bitch. Oh, en dat is dan ook neutral. Mm-hmm. Hoe maar grappig zou het zijn neutral. Als ik een shiny tegenkom? Zo. Nou, omdat ik horde battles doe, hè. Omdat je dan 5 keer zoveel kans hebt. Omdat je een horde tegenkomt. Oh, zo. Ja, ik dacht eventjes. Van, huh? Hoezo heb je 5 keer meer kans? Maar... Dat is gewoon puur het aantal Pokémon. Mm-hmm. Hey Janmaas. Hey, die moest je nog, toch? Hey, ik kan die Houndoor niet vinden. Houden. Die had je net, toch? Nee, dat was een battle. Tegen die Flareon, volgens mij. Moet je ook even kijken of je een Pokémon in je box hebt met Sweet Scent. Ja, want Houndoor is ook een horde. Ah. Oh, dat moet alleen met een horde. Okay. Nee, het kan niet alleen met horde. Het kan ook gewoon alleen, zeg maar. Ja, hoe groot is de kans? Heb je dat niet op? Jawel. Houndour is 10% in het gras,
20% in de gele bloemen. Oh. Dus dat doe ik verkeerd. Met mijn leven. Ja. Je hoeft het nou ook weer niet te beamen. Dan weet ik dat dat niet hoeft. Maar dat doe ik wel. Heel comfortabel. Hey, ouders. Hoe weet je die? Ik heb hem gevonden trouwens. Had je dat al? Ja, dat wel. Nou. Oh. Want ik ben een coole jongen. Ah. En coole jongens hebben dat door. Oké. Zij het zegt, hè? Ja. Hij zat niet. Zo jammer. Zo'n great balletje. Oh, die heeft speed boost, die Janma. Hebben ze allemaal speed boost? Oh, dat wordt echt kut. Oh nee, we hebben er maar 2 speed boost. Oké. Ik moet er sowieso eentje hebben met speed boost. Oh ja, dat is wel slim om die te pakken. Oké, ik heb nu in ieder geval... Ja, hij levert er nu nog 2 met speed boost, dus dat is mooi. Deze is eerder, dus die is sneller, dus dan gaat deze dood. Ik ben wel teleurgesteld in mezelf. Snap ik, waarom deze keer? De naam die ik mijn houndoor heb gegeven. Oh jee, wil ik het weten? Ken je die ene hond, Doge? Ja. Yeah. Wat ooit een meme was in 2008. Ja. Yeah. Zo heb ik hem genoemd, omdat ik niks beter. Wauw. Ik heb mijn hond vernoemd naar een meme uit 2008 en ik voel me ranzig. Dat snap ik wel. Ja. Zelfs ranziger dan normaal. Ja. Jij vuile. Ja, nee, ik ben er ook niet blij mee, maar... Hallo, dit is een Yamaha van level 10. Waarom zit hij niet gewoon in de Great Ball dan? Sander, ik stel een vraag. Ja, en ik heb geen antwoord, dus ik... Oké. Ik heb wel een antwoord. En dat is, ik weet het niet. In principe is dat een antwoord. Het is niet het antwoord wat je wilde horen, maar het is een antwoord. Het is ook niet het juiste antwoord. Maar... Deze Janma is echt een vieze, vuile vuile bitch. Ah, of zo'n, hoe heet die? Team Flare. Niet Magma. Magma heeft wel verslagen. What the fuck is dit, jongens? Pokémon X. Nee. Of speel jij ei? Vermoeiend. Had je in die andere video ook al gezegd, aflevering 6. Mijn favoriet. Nou, dan zal ik wel gelijk hebben, hè? Ja, nee. Nou ja, ik denk het wel, want ik word elke avond ook moe van mezelf. En dan ga ik naar bed. En, er zit eigenlijk iedereen om mij heen. Dus dat is wel een patroon die ik zie. Dus ik denk dat je wel gelijk hebt. Ja, ik denk dat het is. Nou... Maar ja, jij hoeft natuurlijk niet naar bed als ik niet bij je in de buurt ben geweest of met je heb gepraat. Ja, maar dan zie ik jou op Twitter voorbij komen en dan word ik ook helemaal... Oké. Dus dan ga je toch uiteindelijk ook weer elke avond... Yep. Oh. Ik heb ze net heus niet per ongeluk speed heb gebruikt. Dus dat is nog minder dan voor de aflevering. Sander, hoe durf je? Oh, oeps. Zeg dat uit op, oeps. Heb je dat echt gedaan? Mogelijk, een paar battles. Wauw, dat is echt niet leuk. Nee, maar ik moest ook de hele tijd teruglopen naar een Pokécentrum. Dat is gewoon irritant als je dat niet speed up. Zo jammer dit. Nee, maar. Ja. Nee, ik zal het nu niet meer doen. Ze moeten echt volgende keer...
Ze moeten de volgende keer echt emulators maken waar dat niet kan. Trouwens, nee, ik vind dat. Ik heb de speed button ook volgens mij gedisabled, want ik weet ook niet wat de speed button is. Nou, kijk, ik wist dus ook niet wat de speed button was. Maar inmiddels wel weer. Kijk, spatie werkte niet. En toen deed ik mogelijk een andere klop. En toen werkte die wel. En toen dacht ik, oh, die weet ik. Tjonge. Ah. Zo jammer net. Het valt wel te kijken, zo weinig speed up. Werd er gebruikt. Deze af. Vorige aflevering trouwens ook. Ik vind het nu niet zo gek dat je alweer zo dichtbij bent. Ja, bro, ik moest toch inhalen, anders zat ze de hele tijd naar jou te kijken die niks doet. Oh, ik was Emolga aan het zoeken, ja? Oh, sorry, nee. Ik moet tegen Lucario. Nee, je hebt gelijk. Nee, sorry. Nee, je hebt gelijk. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb altijd gelijk, Sander. Ben je daar na zoveel series met... Dus, het was mooi weer vandaag, hè? Mooi weer vandaag. Ja, nee, vond ik ook. Nee, ja. Oeh, hij doet Swords Dance. Dit wordt echt spannend. Ja, nou, kijk, dat snap ik dus niet. Waarom zou je met zwaarden dansen? Om een boost te krijgen. Oh shit, ik heb Combi nog bij me. Ik ben niet aan, ik weet dingen van Pokémon. Voordat ik dingen van Pokémon wist. Ja, dan moet je net zo goed als ik worden. Ja. 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 Kijk, deze vlek moet me vechten. Ja, doe maar. Oké. Hij doet zo'n gulp in. Ja, dat is easy kill. Denk ik. Vlamme charge. Lotse vlots. Amnesia, waarom doe je nou je amnesia, gast? Om jou te kunnen vergeten. Oh, ik dacht om zijn special defense te boosten, dat je dat zou gaan zeggen. Nee, want dat wist ik niet. Dus dat had ik nooit gezegd. Weer poisoned. Ah, oh, dan moet ik straks weer teruglopen. Dat heb je toch zwaar, Sander? Ja. Ja, ook gewoon ja. Ja. Nou, het is toch zo. Als het zo is, dan is ze. Black Grand verslagen. Joehoe. Keistoel. Zo. Corina verslagen. Easy peasy. Sander, waarom zeg Corina, ik... wacht, wat? Hoe ver ben jij wel niet, gast? Ja, dat komt omdat ik steeds terugloop naar Pokécentrum. Nee, ik ben gewoon in het volgende dorpje. En het is geen gym leader. Of het is wel een gym leader, maar het is geen gym battle. Geen gym leader, maar het is wel een gym leader en het is geen gym battle. Oké, nee, ja, nu snap ik hem. Ik was best duidelijk. Ja, want het is geen gym leader, maar het is dan wel een gym leader en geen gym battle. Ik zei het is wel een gym leader, alleen het is geen gym battle. Je begon met het is geen gym leader. Ja, maar toen zei ik, oh nee, maar jij luistert weer niet. In plaats van dat zit je alleen met de oude hoeren en doet helemaal niks. Alleen maar Ik ben alweer, ik ben alweer op weg naar route 10 gewoon hoor. Dus ik ben al in route 10 gewoon. Oh, ik ben nu gewoon route 11. Peter. Maar jij zo'n speed-up. Oh ja, jij gebruikt altijd zoveel speed-up dat je zoveel voorloopt. Zelfs zonder speed-up loop ik heel ver voor. Ik kan hier wel veel Pokémon's vangen, dus dat is positief. Oeh, kan je Staravia vangen? Wat? Lucky boy. Oh, is hier... Oh, waarom ben ik dan helemaal teruggelopen? Omdat je in een klapmogol bent? Het was letterlijk 10 stapjes. Het was letterlijk 10 stapjes. Maar dan ook echt letterlijk.
Tja. Oké, misschien niet echt letterlijk, maar wel bijna letterlijk. Nee, dat is lekker duidelijk. Nee, maar dat maakt niet uit. Tjonge, jonge. Even kijken wat vogels kan ik vangen. Staravia. Weet je welke Pokémon ik hier mag vangen? Nou? De Denne. Oh nee, daar word je echt vrolijk van. Dat is wat, nog nooit. Praktisch? Oh, dat was niet de bedoeling. What the fuck? Dat is wel de bedoeling. Mensen die sarcasme niet begrijpen. Oké, wat moet ik nu doen? Waar is die Corina, gast? Dat is een vrouw. Waar is die Corina, vrouw? Je moet eerst dit team... Flare mannetje volgen linksbovenin. Ja, ik hem. Got you, nou, ik heb weer Shanna nodig. Dat werkte met die Furfoot toen perfect. Ja. Maar die Flare, die gaat er vandoor zonder Shanna. Wat? Hij ging toch hier naartoe? Als die bitch tegen jou gepraat heeft, dan moet je daar gewoon weer weg. Wat heeft dit town voor nut? Deze town. Nou, dat is story. Ja, dat doe ik niet aan. Ik haat deze Sigilyph. Ik ben maar niet te healen, ik heb niks gedaan. Waarom ga ik healen? Wel voor potions kopen. Dat ik 0 heb gebruikt omdat ik steeds terugliep, maar dat maakt niet uit, maakt niet uit. Dit is trainertje zegt vermoeiend. Dit trainertje is echt vermoeiend. En dat is wel leuk, want dan ontwijk ik die. Ga ik niet zeggen. Water. Oké, de Sigilyph is dood. Lucario, wat ben je aan het doen? Ja, weet ik. Aan het chillen. Als je Lucario wil chillen, is dat geen probleem. Oh, gaat zijn Mega Evolve trouwens? Nee. Nee, dan is het goed. Zijn twee Pokémon? En van level 30 of zo zeker? Nee, level 25. Ah, oké. Steel Fighting. Dus dan heb ik Psychic of Fire nodig. Fire heb ik. Oh, kut. Nee. Oké, ik ga hem nu ook disablen. Nu ben ik het zat. Ik had opzettelijk toe, maar nu deed ik per ongeluk. Dat wil ik niet. Snel toetsen. Toetsen. Spatie. Escape. Nee, dat is... Laat maar. Ik speel wel gewoon door. Heat. Nee, druk op Jeez in plaats van configureren. Staravia! Snel toetsen. God, ik schrok me de tering om. Staravia is echt vet. Die ga ik ook misschien wel een keer gebruiken als er iemand dood gaat uit mijn team. Al moet ik Staravia aan het eind van het jaar natuurlijk ook nog een keer gebruiken. Eind van het jaar? Die snap ik niet. Die grap. Tjonge, het was niet eens een grap. Het was gewoon serieus. Wat komt er nou uit aan het einde van het jaar, Sander? Star-Raptor? Hè? Ik heb geen idee. Ja, ik ga het niet eens uitleggen. Wacht, wat? Wat komt er nou uit aan het eind van het jaar? Hè? Het is geen grap, het is gewoon serieus. Wat? Vuurwerk, bedoel je dat? Nee. Dat komt aan, oh nee, dat komt aan het begin van het jaar, technisch gezien. Oliebollen. Nee, het is geen grap. Het is gewoon serieus. Wacht, ik snap het niet. Er valt niks te snappen. Het is gewoon van...
Ik zei van, ik ga, Staravia vind ik een coole Pokémon. Misschien ga ik die wel gebruiken. Maar ik ga hem natuurlijk aan het einde van het jaar ook al gebruiken. Dus misschien dat ik het wel niet doe. Maar hoezo aan het eind van het jaar? Wat komt er nou uit aan het einde van het jaar? Oh, zo. Jezus, wil jij een klap van God. Wat teleurstellend dit. Nou, echt. Oh mijn god. Ja, ik dacht niet dat je het zo bedoelde, gast. In my defense. Ik zei toch van dat het geen grap was of zo. Ik was gewoon serieus. Nee, maar ik dacht aan het einde van het jaar. Dus ik dacht letterlijk aan het einde van het jaar. Oftewel 31... Ik wou bijna januari zeggen. December. Ik ben erg teleurgesteld. Dus, nee, ik dacht gewoon dat je bedoelde dat je refereerde naar iets wat in het eind van het jaar gebeurde. Maar dat nou, gebeurde dat is toch ook zo? Nou ja, dat gebeurde dus wel, maar ja. Ja. Ik dacht echt het einde, het laatste moment van... Dat zei ik niet. Ik vat hem, ja, maar ik vat hem verkeerd op. Nee! Wacht, ik heb hem gekeerd. Wat is er? Wat? Fuck. Wat? Houndoom komt in mijn team. Is Charmander dood? Yep. Of Charmeleon bedoel ik. Oef. Big oef. Hoezo? Wat deed hij? Hoezo ga ik dood van een... Van een Lucario die een fighting type... Oké, dat is best wel logisch. Maar... Ik was even hoog level. Hoezo killt het als ik echt... Dik 2/3 nog wel meer... Over heb van mijn health. What the fuck? Echt ja. Bullshit dit weer. Dat is wel verdrietig. Dit staat weer helemaal nergens op, kut game. Zo. Altijd zo salty, hè? Ik ben nooit zo salty als ik een Pokémon kwijtraak. Ja, maar ik ben Charmander verloren, gast. Ik weet hoe het komt, omdat je hem Fennekin hebt genoemd, denk ik. Fennekin, oh ja. Ja, maar Squirtle ben ik dan niet verloren, nog niet. Nog niet. Oh, maar als ik Squirtle verlies, krijg ik geen... Panging, dus die kan ik ook niet verliezen. Want ik kan geen watertype. Ja, mega. Mega Gyarados, maar dat telt niet, denk ik. Dat mag niet, of wel? Waarom mag dat niet? Nou, omdat ik, als ik hem in mijn team heb, dan is het flying. Oh, ja, nee, dat mag niet. Nee, je hebt gelijk. Ja. Dus ik mag hem alleen als hij mega evolved, maar ja. Oké. Welke is beter? Fletchender? Of Houndoor? Wat zijn de rest van je Pokémon's? Sixagoon, Scatterbug. Nee, die in je team hebt. Oh, Helioptile, Exu, Squirtle, Greninja bedoel ik, Pantium. En Tyrant, Greninja is voor. Oh, dan zou ik voor. Fletchender gaan. Want je hebt Pancham, dus als je dan Houndour doet, heb je twee Dark Pokémons. Ja, maar Pancham is nog geen Dark, maar die wordt Dark dan. Natuurlijk. Is Pancham nog geen Dark? Nee. Nou, dat staat hier. Dat verbaast mij. Maakt verder blijft verder hetzelfde, maar ja. Want hij gaat ook binnenkort evolueren, denk ik. Dat duurt, 32. Zal niet zo lang duren. Oh, nee. Ik moet wel eventjes. Nou, misschien wacht ik totdat hij 32 is en dat ik dan Houndoor meeneem. Want hij evolueert alleen met een Dark type in mijn party. Oh. Maar het is zonde om. Heel lang die Houndoom mee te slepen als ik uiteindelijk toch Fennekin ga of Fletchender ga gebruiken. Ja, precies. Denk ik. Dus ik ga hem nu sowieso Fletchender. Nou, als hij 32 is of nader, dan doe ik dat wel. Ik merk dat de trainertjes ook steeds beter worden trouwens. De level curve is best hoog hoor. We hebben nu 2 gyms verslagen en gewoon al tegen wil of tegen trainertjes tegen de 30. Ja, maar we zijn in
aflevering 1 of zo hebben we echt al de eerste gym verslagen. En in aflevering 7, want ik heb pas vorige aflevering de gym leader verslagen. Dus... Vorige aflevering was aflevering 10, hè? Ja, dat bedoel ik. Oké, ik moet zeggen. Ah, ik baal echt van mijn vuursalamander. Snap ik. Hey Iger, kom vechten dan. Nee! Oh, hij wil helemaal niet vechten. Nou ging ik ook heel matig steeds om hem heen. Niet omdat ik spiertop gebruik, maar door die roller schaatsen. Oké, daar heb ik ook last van. Gelukkig. Vuurzeppelin. I love it. Psychic op Dragon, dat doet niet heel veel, toch? Ja, dat is gewoon normal, zeker. Ja, dan is het. Stravia! Wel 2 levels lager, misschien dat ik het niet moet doen. Ja. Dat kan ik wel aan. Deckfell. For Assurance of Dragon Rage. Sowieso deze aflevering bijna gezanden. Ja, yes. Dan, dit hebben deze trainer verstaan. Ja, precies. Hey, een Stunky. Assurance. Wanneer dubbel? If the target has already taken some damage in the same turn. It's doubled. Oh, dan ga ik dat wel doen, denk ik. Ik denk niet dat een Dragon Rage one hit KO'd. Maar Assurance wel als je niet eerst bent. En verdubbeld, maar... Mm. Okay. Hariyama. Dan denk ik dat Dragon Rage toch handiger is. Kill that, please. Ja, dat oké, ze lossen ze neer. Ik moet wel even healen. Ga je gang. Ik hou je niet tegen. Ja. En dan gaan we de volgende aflevering... Wat is Snake Live? Is dat Dark Ghost? Nee, dat is Psychic Flying. Volgens mij. Wat? Volgens mij wel, maar dan ga ik zien. Okay. Ja, Psychic Flying. Wat een... Waarom is het geen Ghost? Omdat het geen Ghost is. Oh, ik denk ook aan de verkeerde, denk ik. Ja, jij denkt aan Config Request, denk ik. Ja. Ja. Ja, precies. Nou, echt. Ben jij nog in de trainer battle? Ja, ik ben die Sigil Lift nu aan het staan. Psybeam. Dab. Ik ben even hoog level. 43 damage deed dat, wat voor... Is hij... Waarschijnlijk is zijn defense gewoon heel laag, of special defense. Hmm. Iron heeft wel... is wel bulky, toch? Defense wel, special minder, maar... Doe maar. Plus rock, hè, dat is super effective natuurlijk, omdat flying is. Slimme keuze was dit, denk ik wel. Holy damn, 42 damage. Dat is een hoop damage. Ja. Maar liefst 42. Kijk, als Squirtle... Oh ja, wacht, Squirtle, als die eenmaal evolueert, is hij ook een dark type. Ja, klopt. Haha, inderdaad. Dus dan hoef ik helemaal niet eventjes Houndour in mijn team te doen om die Pentium te dark. Krijgen. Nee, maar dan moet hij wel geëvalueerd zijn natuurlijk voordat hij... Voordat, ja, maar dat lukt wel, want die heeft meer... Die heeft al meer levels. Sorry, waarom deed ik dat nou? Dat weet ik niet. Nee, je weet niet eens waar ik het op heb. Weet ik dat ik dat niet weet. Oké, dit is goed. Psychic. Is Ghost super effective tegen Psychic? Ja, ik denk dat ik toch beter Water Pulse kan doen. Dat is Stab natuurlijk. En Lick is niet zo goed. Hé, hey, Chingeling. Die mag ik vangen. Want die is psychisch. Nee. Spike Kick. Ja. Zo'n spion die gekikt wordt. Zoals onze grote vriend Paddy dat zegt. Klopt, ja. Oké, nou, ik ben eruit. Ik denk
dat ik binnenkort wel echt een keer moet trainen. Dat denk ik ook, omdat de Pokémon's steeds hoger worden. Welk level zijn je Pokémon's? Oh, ik heb Chingeling gekild. Ik heb 29, dat is mijn hoogste. Dan 25, 24, 23, 22. Oké, okay, ja, dat is. Ja, het kan wel, maar het is wel pittig, zeg maar. Ja, we kunnen nog wel één aflevering eventueel hierna opnemen. Ja, als je daarna dan gewoon gaat trainen. Ja. Iedereen, heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag... het linkje daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag de volgende aflevering weer. Aflevering 12 alweer, jezus. Ja. Adios, amigos.